Oh, die zijn gewoon met een balletje aan het spelen daar. Hoe leuk is dat? Mag ik ook meespelen? Oh, Bowser! Doe eens lief! Bowser, wat doe je? Waar ga je naartoe met die Bowser? Gast! Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Bowser's Fury video. Vandaag mogen we naar een nieuw gebied. En daar heb ik best wel veel zin in. Dat is volgens mij die kant op. Je ziet daar in de verte al een klein beetje een oranje gloed. We moeten over het stuk van die boot en dan zijn we er. Maar voordat we er zijn, doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren en belletje aan te zetten. Natuurlijk voor iedere dag Nintendo video's. En dan ga ik heel lekker snel beginnen. Volgens mij kunnen we deze enemies ja, best wel makkelijk zo pakken. Hoppakee. Waar moeten we hier naartoe? Of ga ik gewoon lekker dan een rondje rijden op Plessie? Oh, wat een heerlijk muziekje ook dit, hè? Oh, dat was best wel vals. Ik dacht dat er iets anders zou komen. Wedden dat we weer een keer moeten gaan racen hier met Plessie? Oh, wacht even. Ah, nee! 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 Dit gaat niet goed! Ah! Ik wou op zijn hoofd springen. En dat lukte niet. Ik zie hier iets. Ik zie hier iets. Wat is hier? Hier tussenin. Ja. Hoppatepoeem. En nu? Oh, dan moeten we weer enemies verslaan. Mag ik een vuurbloem? Dankjewel, Bowser. Oké. Dat zag ik niet aankomen, jongen. Jullie rennen als een mafkees op mij af. Hallo. Doei. Oké, kunnen we een combootje doen? Dop. Lekker. Hey. Leeft er nog iemand? Moet ik gewoon op deze knop drukken of zo? Hallo? Wat gebeurt er? Iedereen is toch dood? Hallo, game? Zit er ergens nog iemand verstopt of zo? Hier zit nog iemand verstopt, hè? Ja! Er zat nog een kinker verstopt. Een muntenkinkertje. Potverdorie, joh. Nou, bedankt voor je kattenzonnetje. Ik dacht echt even dat die game gewoon kapot was, joh. Maar gelukkig viel het mee. Gaan we nou eens kijken of we daar naartoe kunnen, naar die lava. Go. Wacht even, hebben we Bowser hiervoor nodig? Bowser moet waarschijnlijk deze blokjes even kapot maken. Ja, of we moeten toch die kant op waar het net allemaal fout ging. We kunnen ook hier omheen. We kunnen hier even naar rechts. Misschien hebben we hier een shortcut, jongens. Kijk, we hebben daar weer een eilandje. Dan moeten denk ik al deze dozen kapot. Ja, kijk, en dan kunnen we zo hoppakee, hier omhoog. En hier naartoe. En dan worden we met de witte buis de lucht ingeknald. En dan moeten we weer gaan rennen, jongens. Sloop ze! Hoppa! Jumpy! Sloop ze! We moeten hier sowieso alle enemies weer slopen. Poging 2. Dat is best wel lastig als ze niet zo recht achter elkaar staan. Want Mario die rent dus gewoon in een rechte lijn. Ja, lekker. Top. Nice. En door. En nu? Oh, wacht even. Wacht even. Ah! Pak ze. Ja, lekker. Jump. Oké, ik moet hun nog kapot maken. Ja, nou dan ga ik hun maar gewoon zo kapot maken. Ga ik maar gewoon op hun bakken springen. Hoppakee, nog eentje. Hoppakee. Ja, zo kan het ook. Dit was de cheat versie. De game dacht net tegen mij te kunnen cheaten door een kikkertje te verstoppen. Ja, nu cheaten wij de game gewoon lekker terug. Ja, maar nu wil ik gewoon naar dat vuureiland, jongen. Want dat vuureiland ziet er super kick uit. Let me go to the fire island. Ik denk dat we goed gaan. Ik denk dat we deze kant inderdaad op moeten. Deze monsters zitten hier niet allemaal voor niks. Ja, Bowser die is nu gewoon verstopt, hè. Bowser is nergens te bekennen, jongen. Oké, we kunnen nog daar naartoe. Maar... we kunnen ook hier naartoe. Laten we hier naartoe gaan. Jump. Ja hoor. Kijk al die schattige katjes. Dit is katteneiland. Hallo, roskatje. Oh, wacht. Ze zijn bang. Maar waarschijnlijk als ik zelf een kat word, dan zijn ze niet meer bang. Hallo. Ja, kijk. Zie je, als je dan een kat wordt, dan komen ze gewoon bij je chillen. Oh, die zijn gewoon met een balletje aan het spelen daar. Hoe leuk is dat? Mag ik ook meespelen? Oh, Bowser. Doe eens lief. Bowser, wat doe je? Waar ga je naartoe met die bal? Bowser! Gast! Wat doe je met die bal dan? Oh, jij bent partypoeper, jongen. Dat kan je niet maken, Bowser. Dat kan je gewoon echt niet maken. Oh, kijk, daar in het midden. Een pauwblokje. Als het goed is, kunnen we deze gewoon heel snel fixen. Ah, pauwblok. Hoppakee. Hammer Bros. Hoppa, op je hoofd. Bij een bij op zijn bakkes. Wat dat? Ja, we kunnen gewoon beter al die pauwblokjes pakken, denk ik. Zo, hoppa, nice. Yo, Hammer Bros. Beam. Pauwblokkie, hoppa. Nog één Hammer Bros. Hop, ja, lekker. En nog een kattenzonnetje erbij. Kijk, deze gaan lekker snel, jongens. Hier hoef je niet heel ingewikkeld voor te doen.
Nice. En we hebben er nu 25, maar voor deze hebben we maar liefst 40 kattenzon nodig. Oftewel, we moeten nu eens even flink gaan zoeken, jongens. Daar is ook nog een grote kattenbel, zo te zien. Misschien kunnen we die aanzetten met minder zonnen. Dit is het wachtfort. Hé, hey, dit is Luigi. Yo, Luigi. Dude, waar ga je naartoe, vriend? Wat ben je aan het doen? Waarom ren je zo hard? Lekker, Bowser. Bowser pakt hem gewoon, hè. Heerlijk. Ik ren er gewoon achteraan. Ondertussen moet ik al deze mini-kattenzonnetjes pakken. Dus laten we daar dan voor gaan. Luigi. Luigi, waar ga je helemaal naartoe? Hoppakee, die hebben we ook weer binnen. Nu ga ik hier naartoe. Lekker. Kom eens hier, jongen. Oké, ik ga nu een power-up pakken. Ik heb een kattenbel. Waar is trouwens de laatste mini-kattenzon? Oh, daar. Nou, laten we eerst voor Luigi gaan, jongens. Hier. Ah, ik had hem bijna. Kom hier. Kom hier. Oh, wat? Ja, pak hem. Nice. Nice, 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 nice. Ja, hij gaat sowieso naar beneden springen hier. Sowieso. Bim! Ja, doei Luigi. Ik weet niet, waarom was jij in de zwarte smurrie dan? Dit is ook gek, hè? Hoe komt Luigi aan die zwarte smurrie? Nou, we hebben in ieder geval nu hier alle meuk weer opgeruimd. Dat is helemaal nice. Oké, dan kunnen we ook langzaam deze laatste kleine kattenzon gaan pakken. Oh, wacht. Hier is een verborgen blokje, joh. Lekker. Nice. We gaan wel hard in deze video. Doe even die duimpjes omhoog, jongens, als je dat nog niet gedaan hebt. Want we gaan keihard. Ik zie daar rechts weer zo van die vraagtekens. Daar moeten we Bowser even laten tekenen op de muur. Go, 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 go. Kijk, dat is hier. Hier, wil je dit even gaan tekenen, Bowser? Ja, dit is echt uit Mario Sunshine, hè? Super cool. In Mario Sunshine was ook Bowser Jr. je enemy. Althans, nou, was niet helemaal je enemy. Maar hij had ook inderdaad zo'n verfkwast. Ik vind het wel een leuke referentie, hoor. Hier kunnen we zo te zien nog niks gaan doen. Oh, het begint weer te regenen. Het begint weer te regenen, jongens. Dat betekent dat Bowser weer in aantocht is. En we gaan Bowser gewoon deze blokken even kapot laten maken. Yo, what up, my man Bowser? Kijk, Bowser, als jij nou eens even hierop wil schieten, schiet maar even op deze blokjes. Kom maar met je vuur. Kom maar, ja, ik zie dat je het wil. Ik zie dat je het wil. Kijk, dankjewel, vriend. Dankjewel, dan ga ik even hier naar boven, ja? Oké, doei. Oh, oh, wacht, nee, ga erin. Laat je afschieten. Lekker. Heerlijk. Go, 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 go. Oh, naar de volgende. Oh. Ja, zo komen we dus op dit eilandje. Ah, ik ben geraakt. Ik ben geraakt. Maar in de vorige video vroeg ik me af hoe je hier kon komen. Nou, zo kan je hier komen. Doei, Bowser. Ik wil trouwens wel weer terug. Ik wil weer terug naar die kant waar ik was. Heel goed. Woehoe. Lachen, lachen. Oké, nice. Ja, en zo heb je Bowser dus ook gewoon nodig, hè, om verder te komen in de wereld. Je moet Bowser dus echt op die blokken laten schieten om alle kattenzonnen allemaal te kunnen vinden. En eens even kijken wat hier nou weer is, hoor. De pluisbuizenbaai. Oké, nice. Wat gebeurt er als ik hier ondergronds ga? Oké, dan gaat het ook nog goed komen. Top. Even alle muntjes pakken hier zo. Zo, lekker. Wat gebeurt er als ik hier naar beneden ga? Dan kom ik hier uit. Ja, lekker. Daar moest ik zijn. Dan moeten we nu denk ik hier naartoe. Yes, en dan zijn we bij de Fire Hammer Bros. Of ik weet niet hoe je die dan noemt. Zo, lekker Bowser Jr. Die sloopt ze gewoon even allebei tegelijk. Eerlijk wel. Oké. Nu. We gaan hier naar boven. Gaan we even naar links. Oh, hè? Ik moet hier uit. Ja, ik moet hier uit. Auw! Dude! Gozer! We moeten hier even overheen lopen. En dan... Jump. Oké, wacht even. Oh, wacht. Juist. Ik kon hem gewoon zo pakken zonder te springen. Oké, dan zijn we nu hier. Kan ik hopelijk weer een nieuwe power-up? Nee, geen power-up. Eens even kijken. Ja, deze is easy. Dan gaan we nu hier naartoe. Pakken we dit powerblok, want we moesten die dingen slopen die hier stonden. Oké dan. Ik moet hier uit. Oké, wacht. Hier naartoe, naar links. Hier naartoe. Ja, zo. En dan hier de powerblok pakken. Juist. Kijk. Alles is kapot. Lekker. Moest even het goede powerblokje pakken. Dan gaan we hier naar beneden. En dan worden we hier omhoog geschoten. Ja, cool. Ja, en dan zijn we er al. Lekker. Weer een kattenzonnetje in de pocket. Oh, kijk. En we halen nu weer wat van die zooi weg. Nice. Oh, we halen best wel veel van die zooi weg. Lekker. Ja, nu moeten we dus alleen deze kattenzon nog zien te pakken. Hier zo. Kan ik hier niet gewoon
zo springen en dan... Ja, precies. Gewoon zo. Lekker. Oh, heb ik hem al. Was dit de laatste? Oh, dit was de laatste al. Oh joh, nice. Nou, die hebben we ook weer in de pocket dan. Plessy race, let's go, let's do this. 20 seconden weer, net als altijd. Ik ga gewoon via deze kant. Hoppakee. Oeh, we halen het net, nice. Hier naartoe, top. Hier overheen, yes. Hier naartoe, lekker. Go, 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 go. En we hebben hem weer hoor. Ja hoor. Daar is de volgende. 31 zitten we al op. Al op 31 kattenzonnetjes. Nou, ik ben nu in de reuzensprongrots. Klinkt goed. Oh, lekker Bowser. Bowser maakt ze echt gewoon allemaal kapot, jongen. Bowser heeft complete scheid. Bowser maakt iedereen kapot. Oh, maar de echte Bowser, dus niet Bowser Jr. die mij aan het helpen is, maar de echte Bowser komt er weer aan. Oké, okay, boeien, boeien. We gaan gewoon tempo maken. Hoppakee. Oh, oh, wacht even, jongens. Doe eens rustig, man. Doe eens even rustig, joh, met je boomerangs. Rustig. Lekker. Ah, Bowser. Chill. Ik moet hier naar beneden. En dan moet ik hier opvallen. En dan moeten we nu door naar bijvoorbeeld deze. Ja, hier is volgens mij niks wat Bowser kapot kan maken. Ah! I need a power-up. Oh my god. Wat is die Bowser allemaal aan het doen, joh? Die gaat helemaal los. Doe eens rustig. Ik ben hier gewoon even een klein beetje aan het chillen. Die katten hier worden ook helemaal lijp. Ah! Oké, gun me even dit stukje. Gun me dit stukje. Waar is Bowser? Oh, Bowser is daar rechts. Helemaal in de verte zo te zien. Go, 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 go. Lekker. Go, 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 go. Jump! Nice hoor, nice. Ja, nu hebben we dus weer een kattenzonnetje gepakt. De Bowser die gaat weer even gewoon lekker. Doei, mazzel, doei. En zo is er weer een stukje meuk weg. Maar ik heb hier nog wel wat kleine zonnetjes gemist hoor. Oh kijk, daar is er nog één. Hoeveel moet ik er nog? Volgens mij moet ik er nog... Ja, ik moet er gewoon nu nog steeds twee, hè? Wacht, we gaan wel even bij het begin weer beginnen. Oké, nog twee te gaan. Dus die twee die zouden denk ik hier ergens wel moeten zijn. Even kijken hoor. Even goed achter je kijken ook. Kijk, ik zie hier ook weer iets op de muur. Bowser Jr., kun jij hier even dit vraagtekentje weghalen voor mij? Dankjewel, dankjewel. Power up. Hier zit sowieso ook weer een kattenzon verstopt. Maar ja, deze kan je dus alleen weghalen door Bowser. Die moet even een grote vuurbal erop knallen. Oké, we gaan even hier opklimmen. Eens even kijken of hier misschien een kleine zon ligt. Ja, jawel. Lekker. Pak hem. Pak hem. Nice. Nog eentje? Ah, die moet dan een stukje terug zitten toch nog. Maar waar dan? Ah, kijk daar. Ik zie hem al op het randje. Dan kan ik over dit randje lopen. En dan moet ik op dit randje springen. En dan hoppakee, hebben we die ook weer te pakken. We gaan keihard, jongens. We gaan echt keihard. We zitten al op 33 zonnen. Hé, hey, kijk, daar is een bunny, jongens. We moeten die bunny gaan pakken. Plessy, waar ben je? Daar is Plessy. Oh, dan kunnen we daarna gelijk een race doen. Wat is daarachter trouwens? Kijk, daar is in die waterval. Oh, ik ben continu afgeleid, jongen. Kijk, daar in die waterval is ook gewoon een wereld. We gaan eerst die bunny pakken. Bunny, kom hier. Ik ga je afsnijden. Ah, pak hem. Ja! En de volgende kattenzon in de pocket. Maar ik was echt even afgeleid, jongens. Wat is hier achter deze waterval? Want sowieso is hier iets, jongen. Hier zit een geheimpie. Wat is hier gaande? We kunnen hier ook duiken hier onderdoor. Zo, lekker. Is dit een afsnijroute of zo? Oh, wacht even. Ik heb hem door. Ik heb hem door. We moeten dit als een race aanpakken. Oké, we hebben weer 20 seconden. We moeten tempo maken. Hey. Kom op, Plessy. Oh, we hebben die speed wel nodig. Ja, we hebben die speed hard nodig. We moeten hier onderdoor, anders gaan we het niet halen. Go, 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 go. Hier onderdoor. Oh, nee. Nee, 3, 2. Ah! Oké, poging 2. Niet alles lukt in één keer, jongens. Oké, we moeten hier onderdoor. Ja, top. Dan moeten we hier onderdoor. Oh, nee, nee. Ik ga het toch niet weer verpesten, jongens. Ik moet hier eerder die knop indrukken. Go! 3, 2, 1. Ja! Echt net op tijd. Oké, okay, dan zien we hier nog een knoppie. Want ik bedoel, daar zijn we dan ook nog even dichtbij. Wat is dit voor een knoppie? Moeten we nu weer gaan battelen? Oh, we moeten hier heel snel omhoog. Let's go, Mario. We hebben Kat Mario, dus dat is top. Dan kan ik gewoon lekker hier omhoog klimmen zo. En dan kan ik hier weer omhoog klimmen. En, oh, easy. Ja hoor, geen enkel probleem. Als je Kat Mario hebt, dan is deze echt super makkelijk. Ah, Bowser komt er weer aan. Helemaal top, Bowser. Dan kan jij voor mij even... deze kapot gaan maken. Ik ben hier. Jij bent daar. Oké. Als je zo dichtbij staat, dan ben je best wel een beetje intimiderend, Bowser. Go, 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 go. Als het goed is, heeft hij het kapot gemaakt. En dat betekent weer de zonnetje voor mij. Heerlijk dit. Kijk, dit vindt Bowser niet leuk. Doei.
Ja, en dit is ook gelijk een moment om tegen jullie doei te zeggen. We moeten nog 3 katten zonnen. En dan kunnen we weer tegen Bowser gaan vechten, jongens. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dit allemaal wil zien. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/rickandtune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!